Goedendag, welkom luisteraars en mensen die meekijken met dit videofilmpje. Welkom broeders en zusters, maar ook anderen die misschien vanuit interesse zomaar opeens bij dit filmpje terechtkomen via YouTube. Soms gaat dat zo. Het is fijn dat u luistert en ik heb echt een boodschap op mijn hart gekregen om dat met u te delen. Ik ben heel lang al een christen en wandel met de Heer. Maar het is een tijd geleden, in 2007, dat echt de Heer mij riep om als evangelist naar buiten te treden als het ware. En het woord van God te brengen, het evangelie, in Nederland en daarbuiten. En het is ook mijn hart gekomen ook om dat via YouTube te doen en op deze manier ook mensen te bereiken. En daarom is het fijn dat u meeluistert en ook dit volgt. Ik geloof dat God een boodschap voor u heeft. Ik geloof dat God u wil opbouwen en wil bemoedigen, en zeker in de tijd waarin we leven. Nou, en het woord dat ik vanmorgen met u wil delen is een kort woord uit Efeze 6, vers 11 en 12. En dat wil ik met u lezen vanmorgen. Efeze 6, vers 11 en 12. En er staat: bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis, van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Nou, zover deze twee Bijbelgedeeltes. Het thema wat ik hierboven gezet heb bij dit woord is: verander het strijdtoneel. Ga de berg op. Nu, dit Bijbelgedeelte gaat misschien niet zozeer over de berg. En daarom wil ik u ook nog lezen uit 2 Koningen 6, een vers. Ik laat alle graag de Bijbel spreken. Want ik geloof dat de Bijbel ondersteunt uiteraard het woord van God zelf. En de Bijbel spreekt zelf. En vele teksten worden naar elkaar verwezen. En daaruit kunnen we leren wat God ons wil zeggen. Ik wil lezen 2 Koningen 6, ook een gedeelte. Waar iemand op de berg is. 2 Koningen 6. Vers 15 tot 17. En er staat: de dienaar van de man Gods stond heel vroeg op en ging naar buiten. En zie, een leger met paarden en strijdwagens omringde de stad. Toen zei mijn knecht tegen hem: ach, mijn heer, wat moeten wij doen? En vers 16 zegt dan: hij zei, de man van God zei: wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En Elisa bad en zei: Heere, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de Heere opende de ogen van de knecht, zodat hij zag. En zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. Maar weet u, deze tekst in Efeze die we net lazen, hier kom ik straks op terug, dit Bijbelgedeelte, zegt dus van: trek de volle wapenrusting van God aan. Amen. En zodat je stand kunt houden tegen de listen van de duivel. Want die duivel die gaat rond als een brullende leeuw om ons neer te drukken. Zeker in de tijd waarin we dit moment leven met alle corona gebeuren. Weet u, worden we soms, of heel vaak misschien wel, in angst gezet. En worden we aangevallen, we worden in twijfel gebracht. Maar onze strijd is dus niet tegen vlees en bloed. Onze strijd is zelfs niet tegen de wereldbeheersers van deze eeuw. We zijn niet in de strijd tegen mensen, tegen elkaar. En ook niet tegen de overheid in feite. Ook al strijden we misschien soms tegen die overheid. Ook ik heb daar soms last van, dat je allerlei gedachten krijgt. En denk: ah, wat zijn ze mee bezig? Of wat doen ze nu? Maar tegelijkertijd moeten we daar ons niet door laten beïnvloeden. Maar vaak is er wel strijd in ons denken. Ja. De boze die probeert die onrust in ons leven te brengen. Strijd in ons denken. En de aanklager die leugens vertelt. Negatieve gedachten bij je brengt. Negatieve gevoelens worden daardoor veroorzaakt. Daar kunnen soms zelfs ruzies door ontstaan. Er kunnen zelfs huwelijksproblemen door ontstaan. Ja. Omdat de dingen op ons afkomen. Er kunnen soms conflicten in gemeentes door ontstaan. Veel dingen ontstaan ook vanuit je eigen pijn, vanuit je eigen verleden, waardoor je reageert zoals je reageert. De problemen die je daardoor ervaart zitten vaak diep.
En deze hebben vaak te maken met geestelijke strijd. De aanklager die niet wil dat jij tot bloei komt. Die niet wil dat je Gods wil gaat wandelen. En daarom geloof ik dat we ons strijdtoneel is het soms, nou, misschien wel vaak, plaats in ons denken. Tussen mensen onderling. Maar ik geloof dat God wil dat we ons strijdtoneel veranderen. Dat we onze, eigenlijk het heel, ja, de plek waarop we strijden en van waaruit we strijden, dat we die gaan veranderen. En daarom zei ik al, verander het strijdtoneel, ga de berg op. Amen. En onlangs zag ik een heel mooi, bijzonder filmpje op YouTube over een adelaar en een zeeslang. Dat was een gigantisch grote zeeslang. Ik vond het zo bijzonder om dat te zien. En deze specifieke zeeslang is zeer giftig. En één beet kan een mens doden in een wateren. Één beet kan een mens doden die in een water zwemt of duikt. De adelaar erkent dat hij de slang niet kan bevechten op zijn eigen voorwaarden of op het strijdtoneel in de zee. Want het zee is het gebied van die zeeslang, die giftige, gevaarlijke zeeslang. Dus wat doet die adelaar? Die grijpt de slang uit het water en brengt hem hoog in de lucht. Het domein van die adelaar. Amen. Dat is de plek waar hij uiteindelijk die gevaarlijke slang ten aanval kan treffen. En dus grijpt hij die slang uit het water en brengt hem hoog in de lucht, naar de plek waar ook die adelaar regeert. En daar heeft die slang geen kracht of evenwicht in de lucht. Daar is die slang nutteloos. Daar is die zwak en kwetsbaar. En in tegenstelling tot waar ze krachtig, wijs en dodelijk is, de zee waar hij normaal beheerst, en de slang mag dan alles doen wat hij kan om de strijd te winnen. Nou, je kan bijna denken aan de slang. De duivel kwam ook in feite als een listig beest, als een soort slang, kwam die op Eva af. En de slang mag dan alles doen wat hij kan om de strijd te winnen, maar hij wordt al snel verslagen daar hoog in die lucht. Amen. En je kan dus zeggen, nou weet je, het is een interessant verhaal, een prachtig mooi filmpje om dat te zien, hoe dat ook gemaakt is. Maar ik geloof dat er ook een geestelijk element in zit. De vijand komt op verschillende manieren op ons af en hij is heel sluw. Het kan gebeuren in media, dingen die van de media. Laten we heel eerlijk zijn, hoeveel leugens zijn er wel niet in deze wereld? Binnen de politiek, binnen het bedrijfsleven, op allerlei plekken zijn er veel leugens. En als je niet oppast, ga je er nog in geloven ook. Op een gegeven moment ga je misschien wel denken van ja, zal het dan toch wel waar zijn wat er allemaal verteld wordt? Maar ik geloof dat we dat strijdtoneel, en ook daar voor moeten we blijven bidden, dan moeten we naar onze eigen berg. De berg, hè, Jezus ging vaak de berg op om te bidden. En ik geloof dat wij die berg moeten opgaan om te bidden. Amen. Ja, dus een heel prachtig mooi verhaal, maar er zit een geestelijke les in. Hij wil ons injecteren met gif van angst, schaamte, van wanhoop. Hij wil ons injecteren met gedachtes van en gevoelens van depressie, van eenzaamheid. Die slang wil ons afwijzing geven, nog veel meer narigheid eigenlijk. Waardoor we niet meer tot bloei komen. Waardoor we niet meer kunnen staan in de autoriteit die God ons gegeven heeft. En vooral in deze moeilijke dagen en tijden. Maar ik geloof juist dat in die tijden waarin we leven, het zo belangrijk is dat we die berg op gaan. Dat we in gebed gaan, dat we ons strijdtoneel veranderen, zodat we de overwinning, dat we eigenlijk strijden niet voor de overwinning, maar vanuit de overwinning die al lang behaald is. En we moeten allemaal onze eigen individuele strijd voeren met degene die Adam en Eva in de tuin verleiden in de vorm van een slang. En zijn tactieken zijn sindsdien eigenlijk niet veranderd. Hij komt nog steeds op een sluwe manier. En soms lijken dingen heel mooi, maar zijn ze uiteindelijk niet van God en blijkt het van de boze te zijn. En onze fout die we soms misschien kunnen maken, is dat we proberen onze strijd met de vijand van onze zielen op zijn voorwaarden en op zijn strijdtoneel uit te vechten. Natuurlijk, de boze wil niet anders dan dat wij strijden met elkaar. Ja. Want dat brengt verdeeldheid. Dat brengt problemen. En dan willen we misschien allemaal ons gelijk halen. En dat is juist waar die op uit is. Maar het mooie is zo, en daarom heb ik ook gelezen uit 2 Koningen. Weet je, die overwinning is namelijk behaald. En dan zegt ook hier die man Gods, Elisa, zegt tegen zijn knecht, wees niet bevreesd. Die knecht was ook bang. Die zag allerlei gevaar. Die zag een grote legermacht met paarden en wagens en strijders. En ik, oh, wat komt er op me af? Ja.
En weet u, dat kunnen wij soms ook hebben. En als je daar al die dingen om je heen hoort in de wereld waarin we leven, en op dit moment weer, vandaag de dag, corona is allemaal wat terug nu en is allemaal wat meer onder controle blijkbaar. Maar eigenlijk weten we het ook weer niet. We denken vaak dat we het weten, maar we weten het vaak niet. En daar zijn er heel veel natuurrampen, als de enorme hitte in Canada en dorpen die verbrand worden. En overstromingen in Japan, modderstromen waar dorpen mee gesleurd worden. Weet u, er gebeurt zoveel in de wereld. Maar als we daarop blijven kijken, en dan worden we ook angstig. Als daar ook eigenlijk vanuit die geestelijke strijd een enorme strijdwagend zijn en heel veel problemen zijn, dan worden we aangevallen, dan worden we beangst. En dan zegt God, in dit geval Elisa tegen zijn knecht, wees niet bevreesd. En ook vandaag wil de Heer tot u zeggen, wat u ook om u heen ziet gebeuren, wees niet bevreesd. Amen. Wees niet bevreesd. Wees niet bevreesd. En laten we dus daarin een les trekken van de adelaar en onze strijd verplaatsen naar de geestelijke gebieden. In gebed. Want de dingen die vanuit in de geestelijke wereld plaatsvinden, die vinden plaats. Daar is een strijd in de hemelse gewesten, zegt Paulus in Efeze. Er is een strijd om ons leven in de hemelse gewesten. En ik heb als de indruk dat we vaak niet beseffen wat er in de geestelijke wereld gebeurt. Mm-hmm. Maar gebed, dat. De strijd in de hemelse gewesten kan alleen bestreden worden met gebed. En al helemaal, als we dat mogen ontvangen, te strijden in de tongentaal en daarin de Heer te zoeken. Want de boze begrijpt dat niet. In dat hemelse geslagveld nodig je God uit om met je mee te doen en de vijand op zijn voorwaarden te bestrijden. Laat God de leiding nemen. Terwijl je ernstig tot hem bidt om zijn hulp, zijn autoriteit en zijn macht om onze wederzijdse vijand te verslaan. Ga de berg of jouw berg op. Ga in gebed en zoek de Heer, zoals Jezus altijd de berg op ging. En daarom zei hij ook, weet je, alles wat ik doe, heb ik de Vader zien doen. Ja, hoe heeft hij dat kunnen zien? Doordat hij in gebed was. Hij bad voor zichzelf. Hij bad voor zijn discipelen, hij bad voor alle gelovigen, omdat hij wist dat dat bidden voor hem ook heel belangrijk was. Hij moest in de relatie met zijn Vader staan. Amen. En dan kon hij die strijd aan, ook hij moest een strijd voeren. In de hof van Gethsemane had hij strijd. Strijd met zichzelf, strijd met wat hij te zien kreeg in die beker. Maar dan ging de berg op. En ik geloof dat voor mij, zoals ik het zelf heel vaak ervaar, als ik echt ga bidden en in de stilte ben met de Heer, wat ik elke dag doe, weet u, ben ik als het ware op de berg met hem. In een persoonlijk contact met hem te zoeken. Ik sluit me ook letterlijk af. Ik doe echt inderdaad mijn binnenkamer op slot, mijn deur dicht, ik doe zelfs de gordijn dicht, ik heb een klein schemerlampje aan. En zo wil ik de Heer zoeken, elke dag opnieuw, om van hem te ontvangen. Om ook boven mijn situatie soms uitgetild te worden. Dat je toch ervaart van, wauw, mijn Heer, de Heer spreekt. Door zijn woord, door zijn geest. En word ik bemoedigd. Er zijn zoveel voorbeelden van mannen die de berg op gingen voor gebed. De berg waarop Abraham zijn zoon offerde. Hij moest de berg op gaan om een offer te brengen, zijn zoon. Maar daarom noemde hij die berg de bergen waarin de Heer zal voorzien. Nou, als wij de berg van gebed opgaan in onze binnenkamer, dan zal de Heer voorzien. Want binnenkamer betekent voorraadschuur. Daar ligt eigenlijk alles wat God voor ons heeft, in feite klaar. En in Exodus 3 vers 12, daar zien we natuurlijk dat Mozes was de schapen aan het hoeden, ook op een berg. En uiteindelijk spreekt God vanuit de braamstruik tot hem. Elia op de Karmel, Elisa en Ezekiel werd op een bergtop gezet. En kreeg daardoor visioenen, kreeg daardoor beelden. God liet hem iets zien in visioenen. En Jezus was op de berg toen hij de zaligsprekingen uitsprak met zijn tot zijn discipelen. Ik wil u aanmoedigen. Als u aangevallen wordt, ga op uw berg. Trek u terug op uw berg. En ga bidden. En zoek de Heer. In Markus 3 vers 13 zegt, en hij klom de berg op en riep bij zich wie hij wilde. En ze kwamen naar hem toe. En Lucas 22 vers 37 zegt, overdag nu gaf hij onderwijs in de tempel, maar 's nachts ging hij de stad uit en overnachtte op de berg die de Olijfberg heet. Wauw, ga die berg op.
Verander de plek van uw strijdtoneel. Strijd niet in uw denken. Strijd niet op de plek met mensen. Alleen, soms hebben we die strijd. Zo mag je natuurlijk met elkaar dingen bepraten. Maar bevecht elkaar niet. Op het elkaar niet vereet, zegt de Bijbel. Maar ga op die berg. Neem uw gebied in. Neem uw gebied in om daar te ontvangen. En ook de overwinning in feite te behalen. Dat gebied innemen, dat deed Sama. In 2 Samuel 23 zat daar een geweldig mooi verhaal. Van het linzenveld. Op een gegeven moment komen de Filistijnen op het linzenveld af. Dat is eigenlijk een losliggend stuk grondgebied blijkbaar. En er zijn daar mensen mee bezig. Met allerlei gereedschap om dat te wieden of in ieder geval klaar te maken. En opeens komt daar een Filistijnen aanrennen. En die willen dat gebied innemen. En al die mensen die op dat veld bezig zijn, die zijn er aan het werk, die vluchten weg. Op Ena, Sama. Sama keek met geestelijke ogen naar dat gebied wat hij moest innemen. Amen. Want hij zag van, ja maar wacht even, als deze Filistijn, als deze vijand deze plek inneemt, kunnen ze daarna van daaruit Jeruzalem innemen. En daarom bleef hij staan. Hij ging midden op dat terrein. Hij ging staan in zijn autoriteit. Midden op het gebied van dat linzenveld. Ja. En hij bevocht met 1 stuk gereedschap. Bevocht hij al die Filistijnen. En ze verloren de strijd. En Sama behaalde de overwinning. Hij ging in zijn autoriteit staan. Hij nam zijn gebied in. Hij nam zijn plek in. En weet u, dat is wat wij mogen en ook geloof ik moeten doen. Hij nam zijn gebied in. Weet u, en eigenlijk wil ik daar... bijna mee afsluit ik het laatste ding wat ik daar aan toe wil voegen. Weet u, dat we dus die strijd mogen... Die strijd, die zal er zijn. We kunnen niet zeggen van, ja, maar waarom... Ik had dat vroeger ook wel eens. Dat dacht ik, waarom moet ik hier allemaal doorheen? Ik heb helemaal geen zin in die strijd. Ik dacht echt, toen ik pas op bekering kwam, op mijn 17e... Van, nou oké, nu gaat het allemaal... Halleluja, nu gaat het allemaal vlotjes en makkelijk. Want de Heer is met mij. En weet je... En ik had niet altijd zin, als er dan tegenslagen waren, dan dacht ik, waarom is het nou tegenslag? Waarom moet ik hier nou doorheen? Maar uiteindelijk, in dat alles is de Heer aanwezig en in dat alles zegt de Heer ook steeds weer, ook tegen Jozua, toen hij het gebied moest innemen, het nieuwe land moest innemen, bevreesd, wees niet bevreesd, want ik ben met je. En ook in deze tijd zegt de Heer, wees niet bevreesd, want ik ben met je. Jij hoeft niet alleen te strijden, ik strijd voor jou uit. En uiteindelijk is in de geestelijke wereld die strijd allang behaald door Jezus Christus. Weet je, door innerlijk herstel, innerlijke genezing en heling, maar compleetheid, wordt het mogelijk dat je je grondgebied gaat innemen. Om het grondgebied dat voor jou is bedoeld, wil God dat je floreert. Dat je tot je doel komt. Het is de plek innemen die feitelijk al van jou is. Jouw stukje beloofde land. God is door mijn innerlijke strijd heen bezig mijn grondgebied terug te geven. En hij wil jouw gebied teruggeven. Want de boos gaat rond om te stelen en te roven en te vernietigen. Maar Jezus zegt zelf in Johannes 10 vers 10. Maar Jezus is gekomen om het te geven leven in overvloed en leven. Zijn leven. En weet u, daar moeten we ons op richten. Daar mag u zich op richten. En dan zal hij u een leven geven in overvloed. En het overvloed is niet altijd materiële dingen. Het gaat in eerste instantie geloof ik om een stuk geestelijke overvloed. In de vorm van vrede, van herstel, van ook een rust. Rust te hebben, vrede te hebben in de omstandigheden die soms wel eens moeilijk kunnen zijn. Weet u, hiermee wilde ik u bemoedigen. En ik wens u God zegen. En geniet van de tijd en waar u ook bent. En God zegen u.